handleidingvideo Radio Herbert. Om te beginnen moeten er batterijen in zitten die voorzien zijn van genoeg stroom. Met een munt of een schroevendraaier kan je het schroefje eruit draaien en vervolgens schuif je de achterkant naar beneden zodat je hem eruit kan halen. Hier zie je de batterijen. Zorg ook dat de plus- en de minkant aan de goede kant zit. Misschien onnodig om te vertellen, maar toch, het gebeurt wel eens verkeerd om. Dus de plus- en de minkant aan de goede kant. Dit is het kaartje waarop alle muziek staat. Hoe hier muziek op staat en hoe je deze eruit en erin kan doen, wordt uitgelegd in een andere video. En hier kan je nog kiezen of met forte en piano, het is een schuifje, omhoog en naar beneden. Of de radio hard mag, of dat hij eigenlijk altijd, ook al draai je hem harder, enigszins zacht moet blijven staan. Dat is natuurlijk afhankelijk van het gebruik, waar je het gaat gebruiken, door wie je het laat gebruiken. Forte is dus hard, piano is zacht. Hier bovenaan zie je ook nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, nou, verschillende nummers. Daarmee kun je instellen naar welke tijd de radio weer uitgaat. In de handleiding zullen we meegeven welk cijfertje hoeveel minuten symboliseert. Hij staat nu op 5. Ik kan hem dus ook op 4 zetten. Het zijn kleine knopjes. Het is even lastig soms met je nagel. Ik heb hem nu op 4 gezet. Belangrijk is dat er altijd maar eentje naar beneden staat. Niet meer dan één, want dan snapt hij het niet meer. Dat is eigenlijk alles aan de binnenkant. Waarschijnlijk hoef je dit niet te doen, want wij hebben hem gewoon standaard ingesteld op hard. Er zitten batterijen in en hij staat ingesteld dat hij een behoorlijke tijd aan blijft staan. Maar wil je dit veranderen, dan doe je dat dus op deze manier. Schuif vervolgens het achterpaneel er weer in. Draai de schroef weer vast. Strak genoeg dat hij goed blijft zitten. Niet te strak dat je het niet meer open krijgt. En de radio is klaar voor gebruik. Je kunt van tevoren aangeven wat voor muziek je er graag op wil hebben. Maar dan moet je natuurlijk wel rekening houden dat het ons wat tijd kost om dit erop te zetten. Er staan standaard wat nummers op. Dat verschilt elke keer afhankelijk van de persoon die het als laatste heeft gehad. En vervolgens kun je hem gebruiken. Dit is de aan- en uitknop. Ik zal hem even van de bovenkant laten zien. Aan en uit. Met deze knop kan de volume geregeld worden. Hij staat dus nu op forte, dus hij kan vrij hard. Als hij op piano staat, kan hij minder hard. En deze 9 knoppen zijn om de verschillende kanalen te bedienen. Kan van alles opgezet worden. En als je bijvoorbeeld vooruit wil spoelen, druk je op die knop. Hoort waarschijnlijk net zoals vroeger met het videobandje hem versnellen. En je kunt ook terug naar het vorige nummer. Of het begin van het nummer eigenlijk. Dit is hoe de radio werkt. Doet hij het nou niet? Ga niet sleutelen aan de verschillende onderdelen, maar neem contact op met Lot. Ook als je vragen hebt, uiteraard kun je contact opnemen met Lot. Succes!